Een nieuwe video, dit keer over het downloaden van een nieuw lettertype en dat vervolgens in je Cricut Design Space gebruiken. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Bicreatief en we gaan dus aan de slag met het downloaden van een bepaald lettertype. Soms ben je op zoek naar een bepaald lettertype en dat lettertype wil je dan graag hebben, maar die staat nog niet in de Design Space. Nou, sommige lettertypes kun je ook gratis downloaden. In dit geval was ik op zoek naar het lettertype Billius. Dus heb ik ingetikt in Google lettertype Billius SVG download gratis. En toen ben ik een beetje gaan scrollen. Keek ik naar hierboven wat er stond. En ik heb even een korte vraag gesteld op een van de Facebook sites. Maar eigenlijk had ik hem daarvoor al gevonden. En op befonts.com kun je naast deze lettertypen nog meer lettertypen vinden. Je klikt hem aan. En vervolgens krijg je nog een voorbeeld te zien van de desbetreffende lettertypen. Je kan hem ook dik maken zoals je hier ziet. Alle voorbeelden van de letters. En er staat een kleine tekst bij. Hier zie je de datum dat hij gemaakt is, het formaat, want het is een zip-bestand. Vaak zijn het zip-bestanden. En vervolgens kun je hier klikken, er staat ook free, op download. Nou, dan krijg je een nieuw scherm. En dan zie je eigenlijk dat de download in een paar seconden gaat starten. Dus je hoeft nergens meer op te klikken. Hier onderin verschijnt hij dan. Je klikt dan op de map openen. Als die niet verschijnt, kun je altijd hier op de map klikken en dan kijken bij het kopje downloads. Als je de map niet onderin het scherm hebt staan, dan kun je ook hier op de andere muisknop op start klikken. En dan ga je naar verkenner. Als je op verkenner klikt, opent hij ook dit scherm. Kijk maar, eigenlijk precies hetzelfde. Dan kun je naar downloads en dan zie je hem daar staan. Vervolgens klik je hem aan en zie je hierboven staan alles uitpakken. Dan kies je voor alles uitpakken. Nou, nu zet hij hem op de C-schijf. In user, gebruiker, downloads, Billius font 1. Maar je kunt ook bladeren en zelf een map uitkiezen. Daarna klik je op uitpakken en dan gaat hij hem uitpakken. Dat ga ik even niet doen, want ik heb hem gisteren al gedownload en opgeslagen. Ik heb hem opgeslagen onder Billius. Daar zie je hem nu ook staan. En eigenlijk als je dan naar de Cricut Design Space gaat en je begint met een nieuw project. Als je dan voor tekst kiest, dan zie je hier systeem staan. Zodra ik op systeem klik, dan verschijnen er heel veel. Maar als ik hier nu Billius zoek, dan zie je hier de tekst staan die ik net heb gedownload. Heb je Cricut Design Space al openstaan terwijl je downloadt, dan zul je eerst de Design Space moeten afsluiten en dan weer opnieuw moeten opstarten. Pas dan krijg je de tekst in beeld. Zo kun je een naam tikken. Zelf vond ik hem hier niet zo mooi aansluiten. En hier wat minder. Dan kun je de naam selecteren en op degroeperen klikken. Nu zijn alle letters los van elkaar. En kun je ze nog verschuiven. Kijk, nu ging net dat streepje van de i erachter weg. En hier zie je dat hij net niet helemaal aansluit. Kun je met de pijltjes toetsen kleine stukjes bewegen naar links en naar rechts. om te zorgen dat ze wel mooi aansluiten. Of als je ze een stukje uit elkaar wil hebben, kan je ze ook een stukje uit elkaar doen. Het is maar net hoe jij het wil hebben. Daarna kan je ze weer allemaal selecteren. Op groeperen drukken. Nu blijven alleen deze boogjes. Je ziet hier nog een randje overheen lopen. Ik zal even inzoomen. Kijk, hier zie je nog een randje. En hier zie je nog een randje. En eigenlijk wil je dat niet hebben. Want je wil dat het in één keer doorloopt van de ene letter naar de andere letter. Dat kun je nu doen door op lassen te drukken. Zodra ik op lassen druk, zie je dat de randjes gaan verdwijnen. Kijk, nu zitten er geen randjes meer in en is het netjes één geheel. En kunnen we gaan printen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er weer wat aan had. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat zou echt super tof zijn. En hopelijk tot de volgende keer.